Hoe is u dat bevallen in Almelo het laatste half jaar? Ik ben er eigenlijk pas nog geen 4 maanden, maar ik vind het echt geweldig om te doen. Ik vind het een hele eer. Wat voor moeilijke dingen hebt u allemaal al op uw pad gehad? Ja, ik denk de gebruikelijke dingen. Wij zijn natuurlijk met heel veel belangrijke zaken in Almelo bezig. We moeten ervoor zorgen dat we financieel zo snel mogelijk weer boven water komen. We hebben de prachtige binnenstad waar een aantal dingen nog moeten gebeuren om de volgende fases goed op poten te zetten. En met dat soort dingen ben ik vooral heel druk. Is er nog iets waar u zegt, nou daar ga ik me echt voor inzetten? Ja, nou ja, het is mijn eigen stad. En ik zie hoe mooi het wordt. Dus dat maakt het ook een heel stuk makkelijker. Waar verheugt u zich het meest op in 2017? Ik denk dat we vooral met de belangrijkste opgaven die we hier in de stad hebben heel erg goed op weg zijn. En waar ik me op verheug is wat we eigenlijk hebben afgesproken met de stad. Om als er nieuwe verkiezingen zijn in 2018, om echt met een schone lei op te leveren. En ik zie echt dat dat gaat lukken. Dus dat maakt me heel blij. De financiën bedoelt u, hè? Nou, niet alleen financiën. We hebben natuurlijk ook een aantal andere zaken die we met elkaar nog willen oppakken. Hè. We moeten zorgen voor de mensen, voor de jeugd en voor de ouderen. We moeten zorgen dat er meer mensen aan het werk komen. En met betrekking tot al dat soort doelstellingen zijn we ook goed op weg. Nou, ik wens u het beste en ik wens Almelo ook het beste. Ons allemaal het beste, hè? Dank u wel. Heel graag gedaan, dank u wel.